Ze hebben me echt als een straatschoffie neergezet. Ik kan op je spenden, baby. Ik kan op je spenden, baby. Ja, toch? Nieuws. Ali ging viraal bij First Dates omdat hij geen geld bij zich had. Geen geld? Wat doe je, man? Ik heb geld zat, man. Kijk hier mijn portemonnee. Laat maar even zien dan. Even open doen. Hier, hij is weer leeg. Nee. Kom weer naar binnen. Ja, toch. Oh, ik zeg je eerlijk. Geen doekel, man. Ik heb geen geld. Je hebt geen geld? Ga jij betalen? Wil je dat ik betaal? Ja, ik heb geen geld, man. Ik ben skeer, man. Ben je skeer? Ja, maar ik heb tank betaald. Ali, de vraag die iedereen zou stellen. Waarom ga je uit eten als je geen geld bij hebt? Nou, ik had zin in een gezellig etentje. En ik dacht, geld moet geen issue zijn natuurlijk, om het gezellig te hebben. Wie gaat er nou uit eten zonder geld? Ik. Ja. Op een gegeven moment werd het zo'n maatschappelijke issue en een maatschappelijke kwestie. Dat ik van, wat gebeurt er nou allemaal? Ik dacht, het kan allemaal toch in 2023? Is het niet een beetje beschamend dat je op zo'n manier dan viraal gaat? Nee, vind ik niet. Nee. Ik vind het niet beschamend. Ik vind het vooral heel grappig. Dat mensen zich zo kunnen bezighouden met zoiets kleins. Geen geld meer. Oh. Dus ik ga maar jou geven. Ja? Pak wel die pepermuntje. Ga je maar mij geven? Ja, ja, ja. Serieus? Ja, 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 ja. Ik ben niet erg blij met de manier waarop ze mij hebben weggezet in het programma First Dates. Dat komt doordat er veel is geknipt en er is veel geplakt. Daardoor is er een beeld van mij overgekomen op beeld wat ik eigenlijk helemaal niet ben. Ze hebben me echt als een straatschoffie neergezet. Terwijl, weet je, ik studeer gewoon op de uni en ik doe gewoon mijn ding. Ik dacht van, ik kom gewoon bij BNNVARA, NPO, lekker progressief. Hè, alles lekker multiculti. Oh, hè? Lekker multiculti, ja. Hè, alles wordt geaccepteerd. Zo kennen we BNNVARA. Zo kennen we BNNVARA, inderdaad. Alles mag, alles kan. Iedereen mag zijn wie die is. Als je wilt verliefd zijn op een boom, kan dat. Drag queens, maakt niet uit. En vrouwen, emancipatie, alles kan, joehoe. Maar zodra de vrouw echt moet betalen en er iemand net wat anders praat dan hoe het hoort te zijn of geaccepteerd is, dan blijkt het toch wel zo te zijn dat het toch niet zo tolerant is zoals we allemaal dachten. Maar ik vind, we leven in 2023. Ik vind, vrouw moet betalen. Vrouw moet betalen. Ja, is goed. Ja, toch? Ja. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nee. Er was iemand van de redactie, van de productie, die mij dan een interview stelde. Hij zei van, ja, dit is toch kanker, niet normaal en zo. Helemaal kanker, dit, kanker, dat. Twee keer, drie keer, ik ga het niet overdrijven. Maar hij zei wel een paar keer kanker van, dit kan je toch niet doen. Dit is toch niet normaal en zo. En ik dacht van, juist, als het ergens kan op deze hele aardbol, dan moet het toch bij BNNVARA zijn. Maar ja, niet alles is wat het lijkt blijkbaar. Schelden ze met kanker bij BNNVARA? Bij BNNVARA schelden ze wel met kanker, ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Zelf gebruik ik het woord nooit, omdat ik ken genoeg mensen die eraan hebben geleden. Dus ik vond het heel erg kwalijk dat zij dat bij BNNVARA deden. Hey, en nu heb jij toch nog betaald, hè? Je hebt achter de schermen, dus na het programma, heb je toch nog de rekening betaald. Ja, klopt. Ik ben van mijzelf wel opgevoed dat op de eerste date, ook al is het een date op televisie van, de man betaalt wel. Of de date nou goed gaat, of de date nou slecht gaat, de man betaalt. Zo heeft mijn moeder mij opgevoed. En zo heb ik ook naar haar woorden geluisterd. En achteraf, echt een minuut daarna, zijn mijn vrienden aangekomen met mijn auto. Daar zat mijn jas in en ik zei van, hey jongens, geef even die geld in mijn jas. En die hebben het gegeven en daar heb ik het gelijk aan haar gegeven. Plus, ze had ook nog de mogelijkheid, want dat is een tv-programma, dus het is niet echt. Ze had ook nog de mogelijkheid gekregen, begreep ik, om het geld te declareren. Dus ze heeft en het bedrag gekregen van de date, plus ze heeft die, want het gaat om 60 euro, ze heeft die 60 euro mogen declareren bij First Dates. Dus eigenlijk, iedereen ziet mij als een profiteur, maar ze heeft er winst opgepakt ook. Zij heeft er winst opgepakt ook nog. Ze heeft en met mij mogen zitten, dat is ook al een dingetje, ja, hè. Dan heb je geluk, dan heb je geluk. Snap je, als je met mij aan tafel zit, voor minimaal een uur, dat is, je weet toch? Dat wil elke vrouw. Dat wil elke vrouw, ik denk ook elke man. Ja. Iedereen wil dat. Plus, ze heeft gewoon 60 knaken op mij verdiend. Je bent zonder date weggegaan. Doe even een oproep dan aan alle dames die nu kijken. Ja, toch? Wellicht zit er wat voor je tussen. Zeker. Mijn naam is Ali, a.k.a. is je bro Ali. En First Dates heeft niet geslaagd, dus ik ben nog steeds helaas single. Maar ik ben zeker op zoek naar een dame die met mij lekker gezellig wil daten. En geld is geen probleem. Ik kan op je spenden, baby. Ik kan op je spenden, baby. Ja, toch? Yo, wil jij nou meer Po-nieuws? Vergeet ons dan niet te volgen op social media en abonneer ook even hieronder, want dan heb jij als eerste de nieuwste video's. Later.